En daar komt Polska! Hoppa! We zijn terug bij de vloggende papa! Ja, we zijn terug bij de vloggende papa! En wat gaan wij zo meteen doen, dames? We gaan naar Omnisport. Gaan we naar Omnisport? Dat grote gebouw daar in Apeldoorn? Ja. Dat is leuk. Wat is dat te doen dan al? Dan gaan we wielrennen kijken. Wielbaanrennen. Oh. Dus daar is er volgens mij het WK, of niet, deze week? Ja. Ja, daar is het WK. Hallo, Jasmijn. Kom je er ook even gezellig bij? Ja. Jij gaat niet mee naar kijken, hè? Toch wel. Toch wel? Nou, ik denk het niet. Nou, gaan we gezellig op pad. En dat wordt dan vast genieten. Isabel die gaat ook mee. Lekker naar Omnisport, naar het WK baanwielrennen. Yeah. Veel plezier met deze vlog. Ja! Twee trappen. Kom maar ook met de lift. Oh, kom op. Gaat het Franse team? Zijn ze lekker snel? Hey, 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 hey. Kom op dan. Het is hier lekker warm. Ja. Ja, wil je het gaan proberen helemaal boven de tribune staan? Ja! Ja? Dat is echt hoog, hoor. Ja, nou, kijken of we de mams. Ik denk dat de trappen nog dicht zitten. Ik denk dat we er nog niet kunnen komen, maar we kunnen wel kijken. Hier roepen. Up, 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 up. Moeten we aanmoedigen? Ja, hé, hey, die is snel. Oh nee, hè. Ik zie een lintje. Maar misschien bij de volgende wel. Ja, hier kunnen we niet omhoog. Oh, maar het is ook hoog, hoor. Ik heb er wel eens gezeten helemaal bovenin, maar het is echt, als je dan naar beneden moet, het is gewoon niet fijn. Dan moet je heel goed vasthouden. Ik wil tenminste. Nou, dan lopen we nu even naar de volgende. Ja, kijk of daar wel kan. Ja, oh nee, hè. Ook een lintje. Ook een lintje. Ook een lintje. Nee, we mogen nog niet naar boven. Nou ja, omdat het dan met de toezicht, denk ik, of zo, dat het mee te maken heeft. Dat ze dan mensen nodig hebben die toch een beetje in de gaten houden hoe het allemaal gaat daar. Nou, we kunnen hier zitten, maar we kunnen ook gewoon weer wat lager gaan staan. Ja, nou, daar zijn alle landen in het midden. En alle vlaggen. En kunnen we dan ook zien waar Nederland ja, zit? Ja, Nederland zit daar. Nederland zit daar ergens. Ja, ergens op. Oké. Okay. Dan zijn ze aan het werk met de fietsen en zo. Zijn dat goede plaatsen daar? Ja. Ik denk dat we nu even naar beneden. Ga je toch wat verder? Maar je moet al roepen, hè? Hey, 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 hey. Heel goed. Je moet goed uitkijken, want anders val je zo neer. Ja, dat is niet leuk hier dan. Zo, dat is wel snel, hè? Ja. Oh, Isabel heeft een mooi plekje vlakbij de baan. Ik denk dat ik op deze ga. Hoi! Hey! Welke landen hebben we al allemaal gezien, Annie? Polen, Frankrijk. We weten daar niet meer heel goed. Rusland zag ik. Ja. Portugal kwam nou net in beeld. Volgens mij, als ik het goed zag. Hadden we dat goed gezien? Weet ik niet. Nou, en daar zijn die Fransen weer, die net zo snel gingen en goed een rondje reden. En daar komen Polska! Hoppa! Snel, 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 snel. Ja. En dan gaat hij nou van kop af, hup, en de volgende achteraan sluiten, de volgende kop lopen. En zo gaan ze door op volle snelheid nou, de Polen. En je Griek hangt er nog een beetje achteraan. En roep, hey! Je moet wel roepen, hè? Ja, we moeten echt roepen, anders gaan ze niet zo snel. Dat is wel belangrijk voor ons. Ze gaan heel snel. Dat wel. Ja, ze gaan heel snel. Maar jij hebt eigenlijk al wel weer een beetje gezien, hè? Ja, want ze draaien alleen maar rondjes. En ze gaan snel. Ja. Het is heel bijzonder. Het lijkt steeds hetzelfde, hè? Ja. Het is best wel bijzonder, want de fietsen geen remmen. Ja, de fietsen hebben geen remmen. Dat maakt het wel allemaal anders, zeg maar, dan normaal, hè? Ja, maar die wielen zijn zo dun. Ja, die wieltjes zijn heel dun. Ja. Kijk, en die ligt, kijk, die gaat een heel eind nou, die Portugal. Die gaat nou niet zo heel erg snel, maar die gaat gewoon een heel eind fietsen. Hoe weet je dat? Nou, dat kun je zien aan de manier waarop die op het stuur ligt. Je hebt wedstrijden die zijn kort en je hebt wedstrijden die zijn langer.
Dan zit je op verschillende manieren. Hé, hier waren we net toch ook, of niet? Ja. Ja. Dat betekent dan eigenlijk dat we het hele rondje gemaakt hebben, hè? Ja. We zijn een hele ronde om de wielenbaan heen gelopen. En de baan die is 400 meter lang. 400, ja. Als je één rondje hebt gefietst, dan heb je 400 meter gefietst. Maar dat we hier weer zijn, dat betekent dan eigenlijk ook dat de vlog weer is afgelopen, of niet? Ja. En wat zeggen we ook alweer op het einde altijd van de vlog altijd? Doe de lokie, doe duimpje en omhoog, ga abonneren en doe een reactie. Ja. Toedeledokie, duimpje omhoog, ga abonneren en doe een reactie. En je kunt hier zelf de hele week ook komen kijken bij de wedstrijden. Dan moet je wel toegang betalen, maar je kunt ook bij trainingen nog kijken. Dat is wel lekker gratis. En het is best mooi om hier eens een keer binnen te zijn, hè? Had je verwacht dat het er zo oud zou zien? Nee. Nou, tot de volgende keer. Tot bij de vloggende papa. Doei.